Een zonnige zomeravond in Aalter. Ideaal weer voor een heerlijke ballonvaart en een verborgen cameragrap met Jan Verheijen. Terwijl ik de picknick voor een slachtoffer klaarmaak, helpt Hans met de voorbereidingen van de ballonvlucht. Jan denkt dat hij straks met deze ballon zal mogen meevaren. Maar zal dat ook gebeuren? Jan weet helemaal niet dat Lien, zijn lieve betrouwbare echtgenote, mee in het complot zit. Spannend. En daar is hij. En daar is hij. De enige echte Jan Verheijen. Samen met zijn vrouw Lien wordt hij ontvangen door journalist Frank van het magazine Tafelen in Vlaanderen. Tijd om kennis te maken met de ballonvaarders. Ja. Dat is een Danny, dat is een Danny. Dag Danny, de ballonvader. De ballonvader. Ja. Deze mensen zijn dat zijn dan... crew, hè. Dat is crew. Peter. Je hebt een crew. En bent u een professionele ballonvader? Ja. Dat is echt uw beroep. Ja. Ja. Fantastisch. Hey, Pieter. Dag Pieter, aangenaam. Ik ben Jan. Geleidelijk aan gaat de wind uit de bomen. Dat is voor ons het moment dat de thermiek afzwakt. En dan gaan we eraan beginnen. Fantastisch. Hey. Dus we moeten niks doen, hè. Dat is het plan. Dus ik ga mij nu mijn ballon klaarmaken. En ik trek mij niks van jullie aan. Hier foto's trekken. Ja. En we hebben daar een picknicksetting voor. Dat is zo... Inderdaad. Voor ze aan de ballonvaart kunnen beginnen, staat er nog een gezellige fotosessie op het menu. Het decor is prachtig. Een picknickmand en als achtergrond een grote luchtballon. Terwijl Jan en Lien nog een glaasje cava inschenken, maken Danny en zijn team de luchtballon klaar. Jan poseert niets vermoedend met vrouw en bubbels op het picknickdeken. Ondertussen wordt de ballon vol hete lucht geblazen. Normale procedure. Minder normaal is dat een cameraman, een extra ballonvader en een parachutist zich al in de mand hebben verstopt. En Jan? Die heeft niks in de gaten. Ik zou nog één shotje met een ballon willen. Zo wat voorachter. Als je Lien al in een ballon zet en Jan op de voorgrond, zo wat stoerder. En Lien ze van, hey, zwaai in de achtergrond. Zo wat één shotje. Eén melig shotje mag. En dan zit er van mij af. Mij geen enkel. Lien, jij mag in al de mand gaan zitten. Goed. Of ga staan, bedoel ik. Ik ga hier op de voorgrond zetten en ik ga zo een voorachter shot pakken. En terwijl Jan op de voorgrond staat, kruipt Lien in de mand van de luchtballon. Jan heeft geen idee wat voor onheil hem letterlijk boven het hoofd hangt. Kan die ballon zo meten? En dan gaat het mis. Het touw glijdt uit de handen van de crew en niemand kan Lien nog tegenhouden. Wat is dat? Afzitten! Danny! Hé! Hey. Kalm blijven. Ik heb terug hartzeer van. Dus. Het waren de eerste drie keren dat hij het achteraf nog vertelde, ja. Was hij nog iedere keer aan het blijven. Ja, is het? Maar ik zou ook gek worden. Wat denk je op dat moment? Behalve zo. Nee, maar dit wordt niet verondersteld te gebeuren. Ja. Natuurlijk niet. En het gaat ook. Het ging eigenlijk, op een of andere manier had ik het gevoel dat het nog sneller ging dan in het filmpje. Dus op een moment zijn daar zo onnozel aan het wuiven. En het volgende moment realiseert u, die ballon is weg. En die mensen van die crew staan hier. En Lien zit in de mand. En zij was ook, dat hoor je niet goed, maar zij was ook geweldig aan het acteren. Zo van, echt in paniek. Dus zij was echt geweldig aan het roepen en zo. En ook zo'n blik die ik herkende van, zo'n blik van, alsof dat mijn schuld was. Dus, en dan realiseert je van... Dit is, want dat ging ook, ze was in luttele seconden ook echt heel hoog. Ja, en dan begint het door te dringen van,
ja, hier is iets geweldig mis aan het gaan. Ja, ja. De ballon steeg dubbel zo snel als normaal ook. Ah, ja. Het was niet de bedoeling dat jij erachter liep. Ah, ja. Ze moest echt... Ja, want mijn eerste... Ja, je eerste reflex is van... Ik ga die ballon tegenhouden, ik ga aan het akkoord hangen, maar dat is natuurlijk volslagen zinloos. Ja, we hebben nog wel een stukje gezien, hè? Want, het wordt nog veel erger. Dit is nog maar het begin. Ja. Dit is nog maar het begin, ja, correct. Want Lien komt zo meteen nog met enkele creatieve oplossingen aanzetten en hoe dit avontuur met de losgeslagen ballon afloopt, dat zien we straks. Tot zo meteen in Bananensloot. Welkom terug bij Bananasplit. Daarnet zagen we hoe Jan Verheijen en zijn vrouw Lien werden uitgenodigd voor een fotoshoot met een luchtballon. Maar toen ging het serieus mis. Het ging mis. En Lien werd door onze fotograaf gevraagd om even alleen te blijven in de ballon voor de allerlaatste foto. Maar plotseling kwam de ballon los en ging Lien helemaal alleen met de rotvaart de lucht in. Ja, jij zat dus in het complot, Lien. Hoe kan je dat Jan aandoen? De man die het liefste ziet van de hele wereld. Ja, dat is uit aan de mensen. Wel, dat zat ik mij ook op een bepaald moment af te vragen in de ballon. Ja, ik heb dat verkeerd ingeschat. Wij zien dikwijls een ballon voorbij varen en dat is precies nooit hoog en dat ziet er cozy uit. En dat, ik had nog nooit gehoord van een ongeval met een luchtballon. Ik wel, maar ja. Ja. Dus ik dacht eigenlijk dat hij daar redelijk veel vertrouwen in ging hebben. Dat ik wel terug veilig op de grond geraakte. Maar ja, nee. En wanneer begon het te knagen? Hij zat met dat gevoel van, mijn vrouw, ik ben ze kwijt. Maar ik begon ook plots te denken van, als er maar niks gebeurt, als ik hem maar niet kwijt geraak. Een dikke rijand. Plots zat ik zelf te denken, mijn overgrootvader, ik heb die niet gekend, maar die is gestorven toen dat hij de brief kreeg dat zijn zoon terugkwam uit het leger. En ik was zo van emotie. Dus ik dacht van, wat ben ik mee bezig? Maar we hebben je dokter gebeld. Nee, het andere gebeld. En die zei, het is toch een risico, maar het kan. Ja. En we gaan eens kijken hoe dat uiteindelijk afloopt. Ja, we gaan eens kijken. Dit is de ontknoping van Jan Verheijen en de losgeslagen ballon. Ballonvaarder. Ja? Wat moet ik doen? Hallo? Ah, Lien. Rustig blijven. Gewoon van de hendel afblijven. De ballon gaat dalen. De ballon gaat opnieuw dalen. Van de hendel afblijven. Lien, ik ga u Janneke doorgeven. Rustig. Dat hoort bij mij. Ja, ik hoor u. Ik zit hier in die ballon. Ja, dat weet ik, schat. Luister, de ballonvader gaat u naar beneden praten. Maar wat moet ik doen? Er zijn auto's onderweg, die zijn u aan het volgen. Oké, hoort je mij? Heb je mij begrepen? Schatje, heb je mij gehoord, die laatste uitleg? Ik heb alleen gehoord, Lien, hoort je mij? En alles zit hier geblokkeerd, ik kan niets doen. Dat blijft hier in gang schieten. Er is denk ik iets kapot aan dat ding. Blijft gewoon overal af, Lien. Hè? En dan komt de ballon wel vanzelf naar omlaag. Schatje? Schat, het is onwaarschijnlijk. Zeg het maar over. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Ik ben ook heel bang, maar ik zie u steeds kleiner worden, maar... Ik krijg hier geen controle over dat ding. Dat blijft hier maar omhoog gaan. Ik ben veel te bang. Straks ga ik tegen zo'n elektriciteitspalen of zoiets.
Ik heb hier een parachute gevonden. Wacht even. Blijf voorlopig van die parachute. En je zit ver boven de elektriciteitspalen. Dus ik geef u nu, ik ga Danny terug doorgeven. En die gaat jou verder helpen, oké? Okay? Ja, Lien. Heb je al ooit parachute gesprongen? Ja, nee, maar ik heb ook nog nooit ballon gevaren. Nee. Ik heb wel elke keer gezien hoe hij parachute springt. En nog nooit gezien hoe hij met een ballon vaart. Zien jullie mij nog? Wij zien jou nog, schat, over. Ik ga nu ook de hulpdiensten bellen, zodanig dat wat er ook gebeurt, wij zeer snel bij jou zijn. Over. Oké. Okay. Maar vooral niet springen. Niet springen. Je hebt geen ervaring met parachute springen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Wow, wat is dat? 101 zeker, hè? De hulpdiensten? 112 is voor gsm. Ja, goeiedag. Je spreekt met Jan Verheijen. Ik bel u vanop het domein van de Broeders van Liefde in Aalten. U heeft net al een oproep gekregen. Er is een zeer bizar gebeurd. Mijn echtgenote zit op dit moment in een losgeslagen ballon. Ze zit helemaal alleen in dat ding. Ja, dus in Aalten. Dus Sint-Maria Aalten. Hier zijn we opgestegen. Ik geef u even de ballonvaarder, die dus werd verondersteld mee te zijn, uiteraard. Hè. En hij kan u zeggen in welke richting die ballon is verdwenen. Die zal natuurlijk vroeg of laat neerkomen, maar die zal neerstorten eerder dan neerkomen. Zij heeft natuurlijk... Oh, ik geef de ballonvaarder door wat de richting betreft. Dat zijn de hulpdiensten. Gewoon als jij zegt in welke... Hallo. Dit is toch echt onwaarschijnlijk. Je ziet dat gebeuren en je denkt, nee, maar ja, dat kan niet. Dat is niet reëel. Je gaat die tegenhouden. Nee. En dat hij daarbij zat, die tegen. Wat van dat? Die heeft echt nog geprobeerd op zijn eentje. Ja. Dat is, ik heb dat dus gezien in een film. Hè. Dat is een scène uit een film. Hè. Ja. Enduring Love. Dat is, gebeurt exact hetzelfde, maar dat loopt heel slecht af. En wat Jan ook niet weet, is dat onze geheime parachutist klaar staat om te springen. Zijn wij te ver, fysiek te ver of zo? Ze gaat toch die parachute niet aandoen en springen? Hè? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar broer, dat kind zit daar helemaal alleen. Hè? Lien, radiocontact. En hop, daar gaat hij. Zet ze sprong. Wat is er? Ik zie dat iemand springen. Nee, toch. Parachute lijkt, als zij dat is, die komt rustig naar... Waar zie je een parachute? Daar. Er komt iets dat nu... Maar ging daar iemand aan? Nee toch, dat was toch veel te klein voor een parachute? Ik weet het niet. Ik kan dat niet inschatten. Ja, die komt het nooit te boven. Wel traag. Bel de keer, de dik. Voor alle zekerheid wil Jan toch even gaan kijken naar de neergekomen parachute. Jan, gaan we nog een keer proberen oproepen, kom. Ja, maar nee, maar dat heeft geen zin. Het is zo dood als iets, dat ding. Anders moet jij ook rijden en ondertussen blijven op. We gaan vertrekken. Ik kan mijn wagen losmaken en we gaan vertrekken. En, Ja, maar nee, het is niet om te... Godverdomme, ze vroezen rond! Oh, een slechte mens! Man, zit er iemand... Weet zij daarvan? Zij weet daarvan, of wat? Helaas. Dus Jan. Wat? Oh, Peter. Ik had gezegd, ik ga daar nooit inlopen en zo. Wacht, wat doet hij nu? Ik dacht dat je hier toevallig was en dat je mij kwam troosten. Je bent een goed mens. Je houdt heel erg veel van je vrouw, dat is duidelijk. Die speelde dat al wel goed, hè? Wacht, er is het laatste woord nog niet over gezegd. Inderdaad. Ja, en daar is Lien. Ze voelt zich wel schuldig, denk ik. Dus daar gaat nog een voordeel bij halen. Daar, ongeruste man. Nee. Eerst was de man ongerust.
Dan was hem heel kwaad en nu is hem toch vooral blij. Oh, schatje, wat heb je aangedaan? Ja, terwijl dat beter was. Oh. Ja, nee, zo klonk het nogthans niet, hè? Zo klonk het nogthans niet. Ik dacht echt dat ik u kwijt was, weet je wel? Ik moest zo mijn best doen om kalm te blijven. Ik zag mij zoal als een held zo in zo'n een airportfilm, zo, dat ik u aan de grond zou praten. Zo. Jan, wat moet ze doen om het goed te maken? Wat moet er gebeuren? Monitie, want ik heb... Nee. Allee, ja, ik was even zo... Toen het aan mij allemaal duidelijk werd, dacht ik van... Ja, hoe lang dat jij hier al mee in dat complot zit. Ja. En hoe schaamteloos dat jij... Allee, alles... Allee, gewoon... Dat was echt wel zo van... Oh, mijn god. Ja, ik heb echt geleerd. Ik ben gelogen. En jij hebt altijd gezegd van... Een van je schone karaktertrekken is... Ik kan niet liegen. Ja, daar moet je dus niet meer mee afkomen. Het is echt waar. Ik heb het ontdekt. Ja. Ik was er echt helemaal mee. Ik ben wel. Ik wist mezelf. Het is zo... Allee, ja. En ja, gewoon.